iedere dag denk ik nog, oh, wat is dit luxe. Ik heb gewoon 3 verdiepingen en een tuintje. En ja, dat is nog dat ik soms wel denk, oh, even knijpen, is het nou echt zo? Is het echt gelukt? Ja. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. Doe de blinddoek maar af. Ja, jij was helemaal stil ervan, ja. Hè, weet je nog? En ja. Toen we hier stonden, weet jij nog, wist je toen al, had je het gevoel dat het dit huis was? Nee. Dus het was heel spannend. Maar ja, het was wel het huis waar we op hoopten, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ik vond het echt ontzettend leuk om mee te doen. En je moet vertrouwen hebben, maar dat heb ik vanaf het begin eigenlijk gehad. Ik dacht, dit gaat wel goed komen. En ik weet nog dat jij dat ook zei. Mm-hmm. Het wordt moeilijk, de zoektocht, maar het komt wel goed. Nou, wanneer de moed me wel een beetje in de schoenen zonk, was op het moment dat er gebeld werd dat het wat langer ging duren nog met het huis. En dat ik dacht, jeetje, ja, ik heb zelf geen huis meer. Waar moet ik nu dan weer gaan wonen? Waar moet ik nou dan weer gaan zitten? En ja, ik had ook het gevoel dat ik jou maar heel de hele tijd overal mee naartoe solde. En, ja, ik had toen ook nog mijn vinger gebroken. Jij zat in het gips. Ja. De autoruit was ingeslagen. We hadden alle spullen die erin lagen, waren eruit gestolen. Nou, dat was niet zo'n leuke tijd. Maar verder, het hele proces, nee. Ik vond het echt heel spannend en heel erg leuk. Als ik dit huis op Funda was tegengekomen, dan was ik zeker gaan kijken, weet ik zeker. Het enige wat ik dan wel misschien gedacht zou hebben, want ik ben ook gaan kijken toen het huis was opgeleverd. Toen ben je ook mee geweest, ja, hè? Ja. En toen ik het toen zag, dacht ik, oei, er moet best wel veel aan gebeuren. En toen schrok ik wel een beetje. Ah, kijk dan! Nou, we waren wel blij, hè? Weet je nog? Ja. Ik vind het echt heel stijlvol. Ja. Echt heel erg stijlvol. Wow, ik ben echt helemaal stil van. Ja. Nou, stil. Blijf maar praten. Het is nou niet echt dat ik stil ben. Ja, je bent zo ongekend blij dat je na zo'n lange zoektocht van 2 jaar... dat je dan zo'n huis waarvan je denkt, nou, dat was mezelf gewoon denk ik niet gelukt. En dat dat dan voor je wordt gevonden, ja, dat is echt een droom die uitkomt. Dat kan ik echt vertellen, ja. Het leukste vind ik, waar we het meest van genieten, dat is toch denk ik die keuken met die ronde tafel. Want daar zitten we altijd met iedereen. We hebben dan ook nu kerst gevierd en ik kon mijn hele familie vragen. En we konden met z'n allen daar rond die tafel zitten. Dat was wel heel leuk, ja, toch? Ja. Met onze neefjes, zo gezellig. Ja. Iedere dag denk ik nog, oh, wat is dit luxe. Ik heb gewoon 3 verdiepingen en een tuintje. En ja, dat is nog dat ik soms wel denk, oh, even knijpen, is het nou echt zo? Is het echt gelukt? Ja. Ja. Tot nu toe hebben we niet zo heel veel in het huis veranderd. We hebben de trap naar zolder geverfd. Want tot daar was eigenlijk alles opgeknapt. En logisch, op een gegeven moment is het budget gewoon op. Dus die heb ik geschuurd en heel mooi gemaakt. En de muren daaromheen heb ik ook helemaal geverfd. Van alle verf die hier nog over was. Dus dat was heel fijn dat dat allemaal voor me was achtergelaten. We zijn bezig met de tuin. Dat is echt een project. Want ja, in de zomer is dat mooi. Nu even is het een beetje ingestort. Maar we hebben een boom geplant in het midden. In de hoop dat die gaat groeien als een soort natuurlijke parasol. Misschien dat ik nog wat met mijn studeerkamertje wil doen. Omdat ik het niet zoveel gebruik. Ik zit altijd hier aan die ronde tafel. Maar ja, het is natuurlijk ook heel gezellig. Dus daar zit ik dan vaak te werken. Maar misschien ga ik daar nog wel iets doen. Nou, dit is onze fijne keuken. Met een heerlijke ronde tafel. Waar we dagelijks heel veel zitten. Samen, maar ook met andere mensen natuurlijk. Altijd eten, maar ook werken, huiswerk maken. Je kan naar je tuin kijken. Dus het is een hele fijne plek in huis. Misschien wel onze fijnste plek, denk ik. Ja. Het fijne dat die keuken open is, dat ik merk eigenlijk dat vooral als er mensen komen, dus als er vrienden wat komen drinken, mensen gaan toch gauw in de keuken zitten, ook als je aan het koken bent. Dus. Maar ik vind dat je nu beter kan koken dan in het oude huis. Echt? Oh, ja. Dat vind ik wel heel fijn om te horen. Dat het iets vooruit gegaan is. Ja. Nou, dit is de tuin. Er is al wel het een en ander gebeurd. Maar toen we hier net kwamen wonen, toen was het eigenlijk helemaal niks. Hè? Toen was het alleen maar tegels en rotzooi. Dus dat hebben we vooral opgeruimd. Plantjes geplant, een boom geplant. Maar het is een heel proces. Want ja, ik wil eigenlijk hier nog meer tegels weghalen, planten neerzetten. Nu ziet het er niet zo leuk uit, want het is maart. In de zomer was het heel mooi, stond alles in bloei. Nog wel leuke foto's van. We zijn hiernaast ook aan het klussen. En, maar goed, van de zomer gaan we er gewoon weer iets heel leuks van maken, dat weet ik zeker. Nou, nu ga ik maken, maar even laten zien. Ja, mijn bed eigenlijk.
zou lekker gaan liggen. En dat ik lekker kan gamen ook. Dan zit ik eigenlijk zo gewoon te gamen. Een beetje soms al, of ik even moet wachten, gewoon even kijken uit het raam. Dan even mijn kat aaien. Nou, er komt zeker geen te koop worden in de tuin. We wonen hier heel fijn. We willen hier nog graag lang blijven wonen. Heerlijk huis, hele fijne buurt. Dus nee, voorlopig gaan we niet meer weg. Nou, iedereen bedankt voor het kijken. We vonden het echt ontzettend leuk om aan dit programma mee te doen. En het was heel spannend, maar echt een van de leukste dingen die we ooit gedaan hebben. Toch? Zeker, dus heel erg bedankt voor het kijken. Ja. Dag! Doei!